Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Tom van Oostrum. Hij is fractievoorzitter van CDA hier in Tiel. Tom, van harte welkom. Om maar met de deur in huis te vallen, ik heb iets voor je. Oh, dat is leuk. Dat is het volgende. Politicus van het jaar 2016. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Heel leuk, dankjewel. En dat word je natuurlijk niet zomaar. Met name jouw capaciteit als het gaat om het vergaderen. Als voorzitter zijnde, je hebt dat het afgelopen jaar een aantal keren gedaan. In de raad, daarvoor krijg je deze prijs. Nou, hartstikke leuk om te horen. En dat moet jouw deugd doen natuurlijk. Zeker. Fractievoorzitter van het CDA. Je hebt zelf als voorzitter een aantal keren gefunctioneerd in de raad. Natuurlijk ook standaard van de commissie ruimte ben je de voorzitter. Ja. Dat smaakt dus naar meer. Naar meer voorzitterschappen, bedoel je dat? Ja. op zich is het leuk om voorzitter te zijn. Hè. Ik ben natuurlijk gewoon raadslid. En daarin vindt gewoon de dingen plaats die je moet doen als politicus. Dat is ook het leukste in feitelijk, want dan ben je inhoudelijk bezig. En voorzitter zijn is natuurlijk wat meer procesmatig. Zorgen dat de zaken goed op orde komen, dat de dingen naar boven komen die ook nodig zijn. Maar procesmatig dus bezig zijn. Dat is leuk, absoluut. Vind ik ook heel leuk om te doen. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot de huidige wethouder bijvoorbeeld, Henk Driessen van het CDA, en jouw persoon? Jij hebt daar ook ambities in? Nou kijk, Henk is gewoon bij ons de wethouder. En dat is helder. Mm-hmm. Kijk, wat op termijn gebeurt, ja, dat is altijd op termijn kijken, zullen we zeggen. Maar je hebt toch aangegeven in het verleden ook die ambities in die richting te hebben? Ik zou best een keer ambiëren. Of ik ambiëren daar best wel. Besturen in die stad? Ja, besturen in de stad. Maar wanneer dan is dit een mooie aanmoedigingsprijs. Wanneer dat komt, dat weet je toch nooit. Nee, dus nou, dat logisch. Ga ik maar nooit volledigheidshalve, de nummer 2, die was er natuurlijk ook in de nummer 3. De nummer 2 was Nathan Gadissen, hoe hij de TTIP op de kaart heeft gezet in Nederland. Absoluut. Ja, dat is fantastisch. Hij heeft zelfs ons omgekregen, dus dat was best wel knap eigenlijk, want we waren er helemaal geen voorstander van. Maar. En de nummer 3 was Frank Groen junior. Dat moet je ook meer zien als een aanmoedigingsprijs. Die jongen heeft zich heel snel, want eigenlijk nog maar een goed 2 jaar in die raad, een eigen stempel gegeven en ook ervoor gezorgd dat hij regelmatig zijn stemgeluid van de PvdB laat horen. Frank is absoluut een frisse aanwinst van onze raad, dus ik denk dat dat een mooi lijstje is dan. 2016. Ja. We zijn net begonnen. Die raad is ruim 2 jaar op weg, zo'n beetje. Nee, bijna 2 jaar op weg. Hoe gaat het? Op zich denk ik wel goed met de dingen die we doen. We zijn nog steeds met de opbouw van onze stad bezig. Ik denk ook dat het ook belangrijk is. Dat is ook de taak van die raad natuurlijk. Precies. En als je om je heen kijkt, kun je dat ook gewoon zien. Fysieke dingen, maar ook op sociaal domein hebben we denk ik afgelopen jaren best heel hard gewerkt om het voor de Tielse burgers zo goed mogelijk te doen eigenlijk. Toch is er ook in de samenleving een mogelijk geluid links en rechts. En ik wil helemaal niet de boeman spelen van namens die mensen. Dat doe je goed. Maar het is best wel lastig om raadslid te zijn. Er komt heel wat op je af. Ja. En het is een heel breed spectrum op dit moment die Tielse raad. We praten over 9 partijen. Ja, 9 partijen, correct. En dat is natuurlijk voor al die individuen best wel moeilijk om de totale materie te begrijpen en ook daar uitvoering aan te geven. Klopt. Nou ja, daar heb je ook gewoon een aantal jaren voor nodig om een beetje het overzicht te krijgen van wat speelt er allemaal. Dan heb je natuurlijk, elke fractie heeft zijn specialist op bepaalde vlakken. Dus maar voor kleine fracties wordt dat natuurlijk lastig. Voor kleine fracties is sowieso lastig. Zo dus niet ondoenlijk? Hoe zie je dat? Ik denk dat dat wel heel lastig is, ja. Daar ben ik eerlijk in. En ik denk ook dat kleine fracties verstandig om doen om bepaalde onderwerpen te kiezen en daar dan ook de specialist in te zijn. Ben jij ook voorstander van samenvoeging op termijn van lokale partijen? Ik zou dat verstandig vinden, ja. Ik zou 1 lokale partij in Tiel zou ik eigenlijk wel een goede zet vinden, ja. Omdat je dan ook meer, hoewel natuurlijk PvdB op zichzelf natuurlijk geen kleine partij is, 4 zetels voor Tielse begrip al behoorlijk. Denk je dan dat je dan aan de weg? Ja, precies. Dus dan kun je ook een partij, maar de rest van de oppositie laat het daarin een beetje liggen. En of dat nou aan de PvdB ligt of aan die andere partij, laten we dan even in het midden. Nou ja, kijk, het is moeilijk om aan te zeggen dat ze het laten liggen. Maar ik denk dat het heel lastig is om als je eenmansfractie bent om een heel stevig geluid neer te zetten. Ik denk dat dat klopt, ja. Dan kun je beter zeggen, ga je krachten dan bundelen en probeer dan dan ook in je specialisme, die er is natuurlijk in zo'n raad. Ja, de heer De Wild van Sociaal Tiel die heeft al zo'n proefballonnetje opgelaten. En ook Pieter van den Burg stond er niet negatief tegenover. Nou, wie weet, over 2 jaar hebben we verkiezingen. Wie weet wat er gaat gebeuren in het Tielse spectrum. Wat ik ook vind, kijk, als je alle partijen een plasje wil doen bij bepaalde onderwerpen, dan is 9 keer wel erg veel natuurlijk.
Ja. Dus dat ook voor de effectiviteit van het vergaderen zou dat wel heel goed zijn. Nou, kom ook weer terug. Je hebt dat zelf meegemaakt. Is dat moeilijk om daar leiding aan te geven als voorzitter zijnde? Want je zit even nu op de stoel van de burgemeester dan. Daar wordt soms ook van gezegd van te langdradig. Je moet iedereen wel bij de les houden. En dan ik denk als voorzitter heel belangrijk dat je zegt van ja, wat is de kern weer van mensen, we hebben het nou precies over. Wat willen we vandaag qua besluitvorming bereiken? En dan moet je wel steeds zorgen dat je bij het onderwerp blijft. En daar heeft die voorzitter natuurlijk een heel belangrijke taak in. Ja. Dat is absoluut waar. Hoe vind jij dat de huidige burgemeester dat doet? Ik vind dat onze burgemeester dat best in het algemeen best heel aardig doet. Natuurlijk. In het algemeen, zeg je? Ja, in het algemeen. Soms ook niet. Nee, ook niet altijd. Maar goed, dat geldt voor mij natuurlijk ook. We zijn allerlei mensen. En soms laat je ook wel eens meeslepen in een bepaalde discussie. Dat is ook een hele dunne lijn, hè, waar je op loopt. Ja, ook het lastige is natuurlijk ook voor een voorzitter is dat hij natuurlijk ook een mening heeft. Hè? Nou, wat met name toe heeft gedaan dat jij die prijs hebt gekregen, is dat je dat proces goed hebt laten lopen in die twee keer dat je dat gedaan hebt het afgelopen jaar. Zonder daar, en dat is extra moeilijk, die CDA-stem erin door te laten klinken. Dat doe je wel je best voor. En als dat zo overkomt, is dat alleen maar mooi. Maar het is wel een lastige altijd natuurlijk. Want je hebt zelf ook bepaalde meningen over onderwerpen. En dat is ook vaak de reden waarom ik dan toch, ook als de burgemeester wel is, ook hem vervang op de onderwerpen waar hij zelf portefeuillehouder is. Ja. Om die reden. En dat is slim. Dat is denk ik ook verstandig. Om de schijn. Ja, precies. Want dan kun je ook gewoon dat goed scheiden. En dan kun je ook als inhoudelijke portefeuillehouder ook echt de inhoud ingaan. Zonder je druk te maken over het proces. Ja. Dus ik vind dat wel verstandig, ja. Ook in de omliggende gemeentes wordt er gesproken over hoe gaan we nu als gemeenteraad verder. Hè? Ja. In Neder-Betuwe is dat het geval, in Buren, Geldermalsen natuurlijk ook. Kwaliteit is vaak ver te zoeken. We hebben net uitgelegd waarom dat komt. Het is eigenlijk bijna niet te doen. En dan kwam er van de week ook een persbericht uit dat heel veel raadsleden bedreigd worden. Ja. Of althans, dat men probeert een bepaald idee op te dringen. Ja. En het gevolg is dus dat heel veel raadsleden die nu in een raad zitten zeggen van nou, volgende termijn hoeft voor mij echt niet. Nou, ik heb krijg stank voor dank. Ik heb niet gezegd net dat de eenmansfracties geen kwaliteit hebben. Hè? Dat is dat ook eventjes helder zeggen. Kijk, het is natuurlijk het is momenteel best moeilijk om een raadslid te zijn. Je krijgt ook best wat kritiek om je heen. Kun je dat bij definitie niet goed doen? Ja, maar ik denk ook niet dat je het daar ook voor moet doen. In de zin van je laten leiden door wat een individu zegt. Mm-hmm. Kijk, je probeert het zo goed mogelijk met de stad te doen. Ik vind wel eigenlijk dat wij als Tielse Raad, dat welke fractie ook, ook wel die neiging heeft om te zeggen van nou, wat is nou echt goed voor Tiel? Daarom zie je ook dat er volgens mij best complexe beslissingen best ook veel partijen soms voor kunnen zijn. Hè? Soms bijna raadsbreed. Dat is best uniek te noemen. Hè? Zeker als je kijkt in de gemeente om ons heen. Dus daar moet je eigenlijk niet door laten leiden. Kijk, en als je echt bedreigd wordt, ik heb het gelukkig niet zelf meegemaakt. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Hè? En zeker als het om je gezin gaat. Denk ja, van, wat is het je waard? Hè? Ja, precies. Denk je van ja, moet ik daarmee doorgaan? Als je nou kijkt wat er in Geldermalsen heeft plaatsgevonden rondom dat AZC. Ja. Ja, daar word je niet vrolijk van. Daar word je absoluut niet vrolijk van. En dat is ook eigenlijk verschrikkelijk. Is ook wat is jouw visie erop? Van de beesten af. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen daar? En dan eventjes met een blik van een raadslid. Nou, wat ik heel... Kijk, wat is daar misgegaan? Wat heel belangrijk is, denk ik, is dat je wel altijd je inwoners, uiteindelijk voor wie je doet, wel heel serieus neemt. En dat is daar niet gebeurd? Ik vind zelf minder. Het is een soort overvaltactiek, werd mijn gevoel toegepast. Mm-hmm. Dat vind ik, ja. Ja, we kijken natuurlijk op een afstandje. Hè, dat is ook zo. Wel met de goede bedoeling, daar ben ik wel van overtuigd. Maar als je kijkt naar de uiting in de media, dan heeft die burgemeester zich vergalopeerd. Of is die in de steek gelaten? Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, ik weet natuurlijk niet precies de details. Nee, maar zoals we het zien in de media. Kijk, op een bepaald moment, dan gebeuren zaken, dan gaat dat proces gaat dan aan de gang. En dan heb je een bepaalde manier gekozen. Geldermalsen heeft gekozen voor een hele snelle weg. En dan, als je daarvoor kiest en het gaat dan niet goed, en dat is niet goed gegaan, dan loopt het ook volledig van je weg. En dat is gebeurd in Geldermalsen. Ik denk dat het verstandig is om de geleidelijke weg te kiezen. Bijvoorbeeld Culemborg heeft dat laatst gedaan, van de week. Tiel doet dat ook. Tiel heeft dat ook gedaan met ze, en Tiel blijft dat doen, ook in mijn gevoel. Er staat trouwens nog nieuws over te vertellen voor zover je dat mag doen. We zijn bezig met te kijken van, kijk, hoe je dat bent verkeerd, er komen altijd, er wordt door de overheid min of meer opgelegd om ook vluchtelingen op te nemen.
Dus dat zal ook in Tiel gebeuren. We zijn nu te kijken van tijdelijke opvang, dat is voor ongeveer 3 maanden tot 6 maanden. Mm-hmm. Zijn we te kijken welke locatie zou dat in Tiel kunnen. Ja. En dat is nu de status van kijken van ja, wat is een goede plek. En er zijn 2 dingen belangrijk wat mij betreft. 2 dingen. De ene kant natuurlijk dat vluchtelingen een goede plek hebben. Dus dat je ook humaan zeg maar, onderdak kan bieden. Op een goede manier. En ook zorgen dat dan ook alle activiteiten omheen gebeuren. Zodat die mensen echt zich welkom voelen in de stad. Dat is 1. En de tweede moet je ook kijken van heeft het ook draagvlak in de buurt waar het moet komen. Ja. Kan dat ook? En dat proces natuurlijk, dat loopt. Ja, en dan moet je ook heel goed, en dan moet je ook tijd voor nemen, dan moet je het niet laten overhaasten. Goed in gesprek gaan, ook dat mensen duidelijk weten wat gaat gebeuren, dat ze zelf ook invloed hebben op sommige dingen. En dan moet je proberen om daar het beste van te maken. Dat is eigenlijk feitelijk het verhaal. Ja, in de afgelopen gemeenteraadsvergadering is er vaak besloten vergaderd. PVDP was daar is daar heel erg op tegen. Vaak als het gaat om financiële zaken die de gemeente betreffen. Ja. En ook personen, dan is dat te verklaren. Ja. Maar in een aantal gevallen is dat ook niet gebeurd. Hoe zie jij dat? Nou, ik ben het niet eens met PVDP dat wij besloten hebben vergaderd. Terwijl dat eigenlijk wellicht dan soms wel of niet had gekund. Kijk, het gaat vaak over geld in Tiel. Ja. En dat heeft te maken met dat wij met veel projecten te regelen zijn. Zo'n raad die zegt eigenlijk, we hebben een zak met geld. Buren-support, Zandwijk-support. Zo'n raad zegt, of de gemeente zegt, hier hebben we een zak met geld. Gemeenteraad, wat gaan we ermee doen? Dat is het verhaal. Nou, dat kun je het openbaar doen. Dat is geen probleem. Precies. Alleen, die 3 projecten die ik net genoemd heb, zijn afgelopen tijd een beetje in fase gekomen waarin je stappen moest zetten. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk met allerlei betrokkenen hebben daar ook een stem in. En dan wil je natuurlijk niet aan degene met wie je moet onderhandelen, wil je graag je kaart op tafel leggen. Nee, dat is het. Nou, maar dat zijn echt heel vaak de besloten vergaderingen geweest. En natuurlijk... Maar ook zaken die de gemeente zelf betreft. Ja, natuurlijk. Zeker. En als het echt over bijvoorbeeld de organisatie gaat, mm-hmm. en het gaat dan over mensen, dan moet je dat ook in beslotenheid doen. Of je hebt een conflict met een van je inwoners om zakelijk iets. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook gehad. Rond het vijverterrein bijvoorbeeld. Dan is ook handig om daar de kaarten tegen je borst te houden. En dat is niet om dat je geen zin hebt. Wat is de status trouwens van het vijverterrein op dit moment? Volgens mij is de status dat er even geen status is. Er gebeurt niks. Volgens mij gebeurt op dit moment niet al te veel, nee. En hoe verhoudt zich dat tot de voortgang van Fluvia Tiel? Nou, wat Fluvia Tiel hoeft daar verder op zich niets, hoeft daar geen vertraging voor op te lopen. Omdat je het gebied waar het dan over gaat, daar kan je dan ook voor kiezen om bepaalde delen dan niet te ontwikkelen of later te ontwikkelen. En dan hebben we het dan over het deel van het vijverterrein waar ik het net over had. Is het nog steeds een hoofdpijndossier of zie jij wel dat uiteindelijk goed gaat komen? Ja, ik hoop het echt. Echt oprecht hoop ik dat goed gaat komen. Ja, want wat speelt er precies voor mensen die het even niet weten? Nou, kijk, het is ook altijd heel moeilijk om precies dat uit te leggen, want het is eigenlijk ook heel, is het te complex. Er is, wat eigenlijk in de kern, denk ik, wat discussie over de prijs van de grond die dan gemeente zou moeten betalen om daar die ontwikkeling te doen. Nou, daar, dat is nu van de heer Reuvers? Dat is van de heer Reuvers, correct. Daar komen we op dit moment niet uit. Daar is meneer Reuvers niet blij mee, daar is de gemeente niet blij mee en daar is misschien de provincie ook niet blij mee. Het is eigenlijk allemaal partijen die er al... Mm-hmm. Eigenlijk zeggen van ja, we moeten daar eigenlijk uitkomen. Ja, ik heb het gevoel dat we een beetje in een soort padstelling komen. Ja, en we moeten toch proberen, denk ik, op termijn daar uit te komen. Ja, wat kan die raad daar nog in betekenen? Ja, kijk, als het uitkomen betekent dat je dan fors met de geldbuidel moet gaan rammelen, dan vrees ik dat hem dat niet gaat worden. Nee. A, we hebben momenteel ook de financiële middelen daar niet voor. En B, de vraag is of je dat ook überhaupt moeten willen. Mm-hmm. Dus dat wordt wel een hele lastige. Maar misschien doordat je bepaalde ontwikkelingen misschien toestaat. Waardoor misschien andere partijen daar ook wat meer revenue zou kunnen halen. Zodat je in balans komt. Kortom, wordt vervolgd. Ja, dat is eigenlijk een goede conclusie. Jij bent inmiddels ook al een oude rot in het vak, hè, als het gaat om de Tielse politiek. Nee. Vind jij het zelf nog leuk? Ja, ik vond het ontzettend leuk, ja. Wat is er nou leuk aan? Vertel eens. Ja, het is eigenlijk de diversiteit. Het is, je hebt het echt over allerlei verschillende dingen. Ook vaak het met elkaar tot compromissen komen, met elkaar in gesprek. Ik vind het ook altijd leuk om met mijn collega, partijgenoten natuurlijk, maar ook mijn collega raadsleden, om daar goed in gesprek te gaan, daar na te denken en te praten over van de toekomst van de stad, de toekomst van onze eigen inwoners. Uiteindelijk zitten we erom tevreden inwoners te hebben en te krijgen op sommige vlakken.
En dat geeft heel veel dynamiek. Ja. Dus dan moet je ook echt alles uit jezelf halen om... Heb je niet af en toe het gevoel om te zorgen dat het goed komt? Dat je heel veel doet, maar dat dan minimaal bereikt wordt? Kijk, ik ben van huis uit ondernemer. Dan ben ik thuis nog steeds. Ik heb mijn eigen bedrijf. En ja, ik ben niet zo heel geduldig. Dat is ook soms... Dus jij zit aan de rechterkant van het CDA, moet ik het zo zien? Nou, het CDA is altijd recht in het midden. Dus we hebben geen links of rechts. Ja. Maar goed, er zijn ook andere raadsleden waarvan je zegt... van ja, hoort die wel bij die partij thuis? Maar jij voelt je thuis met ja, absoluut. Ik ben al vanaf mijn 16e al lid van deze partij. En als ik 80 word, dan zal ik waarschijnlijk nog zijn. Dus nee, dat is geen probleem. Maar ik zeg ook altijd, bij het CDA zijn ook de meest ondernemende ondernemers eigenlijk. Mm-hmm. Want ik vind de VVD soms toch heel vaak de rol van de penningmeester. En de vraag stellen van ja, wat kost het? En de CDA's stellen vaak de vraag, wat levert het op? Ja. Ik denk dat net eventjes dat het verschil is. Ja. Maar ik vind, soms duren dingen gewoon lang. Dus ik probeer maar, het voordeel van ondernemende mensen is wel, als het links niet kan, dan probeer je het rechts. En als het rechts niet kan, kijken of het in het midden misschien iets zou kunnen regelen. Ja, ja, ja. Dus we proberen wel creatief te zijn. Nou. En daardoor kom je dan toch uiteindelijk tot resultaten. En die rol vervult het CDA en Tiel met verval dus? Ja, we doen ons best. Ik bedoel, ik denk dat we best soms die rol hebben. Alleen, het is altijd prettig dat andere mensen dat zeggen natuurlijk. Dat moet je van jezelf niet roepen. Maar we doen wel ons best om soms wel even het oliemannetje te zijn... om dingen in de stad voor elkaar te krijgen. Nou, dan gaan we jou daar nog veel succes bij wensen. Met jou, jij met je club in de toekomst hier in Tiel. En natuurlijk alsnog... Van harte gefeliciteerd met de titel Politicus van het jaar 2016. Nou, ben ik hartstikke trots op. Dank je wel.